De Indonesische ambassadeur in Suriname, Julang Pujianto, heeft een bezoek gebracht aan minister Mike Nur Salim van Binnenlandse Zaken. De ambassadeur heeft gesproken over de bilaterale samenwerking tussen beide landen. Ook is hij ingegaan op de historische banden die de landen met elkaar hebben. Pujianto heeft voorgesteld om volgend jaar een seminar te organiseren met betrekking tot burgerregistratie. Hiervoor zullen alle belangrijke actoren worden uitgenodigd. Nur Salim juicht het initiatief van de ambassadeur toe, meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.